Ik ben Salome Mooi en ik ben theatermaker. En sinds kort noem ik mezelf ook clown. Mijn werk zou ik omschrijven als speelse verkenningen van dingen die me bezighouden. Meestal heeft dat te maken met wat er in onze nabije omgeving gebeurt. Soms zijn het meer voorstellingen, soms zijn het meer interactieve installaties. Het heeft altijd wel heel veel te maken met de ontmoeting met het publiek. Dat is heel belangrijk. Dus daarom is het altijd heel kleinschalig eigenlijk. Veel kunst die ik wel ken of die wat mij inspireert eigenlijk, is vaak ook kunst waarin we naar elkaar kijken. En waarin we een soort van de liefdevolle blik mogen trainen of zo. Of mogen openen om naar elkaar te kijken en geraakt te worden door elkaar en ons gezamenlijke gekluns of zo. Ik verzamel veel, dat is hoe ik dan werk, is dat ik eigenlijk veel momenten verzamel. En dat die verzamelingen, dat ik die dan deel met een publiek. Ik trek gewoon altijd de gordijnen open. Ik krijg het helemaal benauwd van echte blackboxen. Dus dan, waarin er gedaan wordt alsof er iets helemaal anders in plaatsvindt dan waar je echt bent. Maar vaak zijn het wel hele mooie ruimtes om gewoon met aandacht samen te kunnen kijken naar iets. Dus in die kwaliteit waardeer ik de theaterzaal wel heel erg. Maar wel als de gordijnen weg zijn. Kijk, dit is zo. Intiem met me. Mijn nieuwe voorstelling heet Proxemics. Dat is een term die wordt gebruikt voor de studie van afstand en nabijheid tussen mensen. En ik denk dat deze voorstelling op een manier misschien het meest persoonlijke is dat ik al heb gemaakt of ga maken. In ieder geval dat het vertrekt vanuit dat ik het niet per se zo vanzelfsprekend vind om de juiste afstand tot mensen te hebben. En dat ik het ook grappig vind dat niet vanzelfsprekend is. Er is misschien nu wel in onze tijd, vind ik, wel een grote en beetje dictatoriale focus soms op de afstand die er mag zijn tussen mensen. En ik denk dat het ook wel weer, ik zou wel willen bijdragen met mijn werk aan de schoonheid van de klunzigheid daarvan. Of dat je helemaal verdwijnt in iemand en dat ook mooi is of zo. Deze zomer voelde ik eigenlijk dat ik heel graag wilde dat voor dit werk nu, dat ik niet in de buitenwereld van alles ging verzamelen, momenten en dingen, en die dan mee naar binnen nam en een soort van toonde of zo aan de mensen of deelde met de mensen. Maar dat ik eigenlijk echt heel graag wilde dat het een live onderzoek is in de ruimte met elkaar en met de lichamen die er zijn en dat het een soort intimiteitsaftasting is, maar een soort onderzoek wat live gebeurt ter plekke. Wat dus betekent dat het nu eigenlijk veel meer gaat over wat er tussen ons gebeurt en de verschillende nabijheden die er bestaan. Wat het doet als ik je een arm geef, of zo, wat dat doet met ons samen zijn. En dat ik daarin dus een beetje als een clowntje mag spelen. Het is voor mij dus altijd belangrijk hoe mensen weer naar buiten gaan, met wat voor een blik. En dat je naar buiten gaat en dat je anders kan kijken naar de wereld. En nu bijvoorbeeld, met de nieuwe voorstelling, zou ik het gewoon heel mooi vinden als je dan daaruit komt en dat je dan door de stad loopt. En dat je ineens heel bewust bent van die ruimte tussen mensen en tussen elkaar. En dat je daar niet van bent afgesneden. Ik zit nu de laatste tijd even heel erg op die clown-tour. Ja, daarin is het wel mijn droom om gewoon een van de beste clowns te worden.
van Nederland en België.